Diamond AR aan de buitenzijde neemt nu de leiding over. Daarachter aan de buitenkant Dillinger Gentile. Hij kan nog niet naar binnen, Kooijman. Hopelijk heeft hij dat gezien. En Stone heeft nog steeds een voorbeentje ertussen. Zo gaan ze de laatste bocht in. Kooijman heeft het wel degelijk in de gaten. En dan komt weer terug aan de binnenkant. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Vier paarden gaan zich nu afscheiden van de rest. Ook E.T. du Loir komt nu bij de kopgroep. En zo zijn ze in de laatste uitgegaan op nummer 3. Drie galop en onregelmatig. Gaat eruit ook vanwege de gang. En we zijn met drie paarden in de laatste rechte lijn. Diamond AR, Dillinger Gentile en E.T. du Loir. Die drie paarden op één lijn zijn op weg naar de streep. En aan de relingszijde Diamond AR, midden van de baan Dillinger Gentile. En die wint hem. Go baby, go go go. Diamond AR tweede, E.T. du Loir derde. En vierde wordt toch nog Tiki Hof met Bogart. 15-6 voor de winnaar. Officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 10. Dillinger Gentile, daar staat hij. Mischa Brouwer. En dat zijn ook de mannen van de Spangau. En ze feliciteren hun man, Mischa Brouwer, met de winst van Dillinger Gentile. En het wachten is even op het moment dat die winnaar ook daadwerkelijk officieel is. Dat zei ik net, Rogier. Hij is officieel. Mooi. Mooi, mooi. Mischa is officieel. Gefeliciteerd. Wat liep dat lekker, hè, dat koersje? Ja. Ik krijg een mooie zo op maat. En dan heb je natuurlijk wel een stukje eindspeed. En die van Tom, dat zei ik vooraf, vind ik de kwijtste. Met dit nummer krijgt hij meestal wel dravend weg. Het is natuurlijk een extreem lastig paard. Maar ik zag dat hij op kon rijden. Ik denk, ja, die houdt wel hoog tempo. En dat is alleen maar in mijn voordeel met een stukje speed. En een bochtje 3 dik, ja, dat kennen ze ook niet allemaal. Dus als je die kan kloppen, dan heb je een lekker paard? Ja, dan heb je een lekker paard. Maar ja, dit is geen makkelijk paard. En je maakt het super waar. We zijn weer trots op je. Dankjewel. Gefokt in Frankrijk in bezit van Spangenhoeven. Het paard wordt getraind door Bas Krebas. Geweldig gereden door Mischa Brouwer. Hij ontvangt naast het premium schaaltje 3 zoenen en een bos bloemen. En de Spangenhoeven, ja, dat is een mooie club eigenaren die hier vandaag met familie en vrienden aanwezig is. En ze maken een gezellig beeld op voor de lens van Bas Huibers, onze hoffotograaf. En dan komt hij aan, dames en heren. Mischa Brouwer, geweldig gereden. Hij wint de derde met Dillinger Gentile. Start is gevallen. Robin Bakker heeft gehoord. Jij neemt de kop en geeft hem niet meer af. En Bakker is met zijn missie onderweg. Wordt aan de binnenkant wel opgevangen door Ennis Stone. Ennis Stone gaat naar de binnenkant. Aan de buitenkant daarnaast Diva Divine. Daarachter op plek 3 aan de relingzijde gaat nu van de benen. Dennis Minnaar was zijn paard. En dat is Decli Sautreux. Die komt op de binnenbaan. Nummer 2, 2 galop. En als je op de binnenbaan komt, is de koerslijk voorbij. Dat is nu ook het geval. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En een Stone houdt de leiding. Diva Divine krijgt hem dus niet. En daarachter ligt al op plek 3 de favoriet Dillinger Gentile. Nu is Mischa Brouwer aan het nadenken. Zal ik doorrijden of niet? Wat is handig, wat is niet handig? Terug naar binnen kan die al niet meer. Want de binnenkant wordt nu opgevuld. Nummer 1 galop. Door Etoile d'Aldrica.
Etoile d'A3K met Jos Verbeek loopt het gaatje dicht. En het veld schuift in elkaar. En één deelnemer gaat zelfs naar het derde spoor. Gaat naar voren. Dat is Diamond AR. Diamond AR, als hij vlak blijft, loopt hij zo'n heel veld makkelijk zoek. En Kooijman is aardig onderweg. Als hij deze bocht doorkomt, is hij nog verder onderweg. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Als ze straks de finish passeren, nog één ronde te gaan. En de leiding is nog altijd in handen aan de relingzijde van Ennis Stone. Aan de buitenkant daarnaast komt Diamond AR. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Diva Divine. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Verbeek met Etoile d'A3K. Dan Micha Brouwer aan de buitenkant. Dillinger Gentiel tussentijd 17-7. Jaap van Rijn ligt er heel makkelijk in met E.T. du Loire. En daarachter Dickie Hof. Ook Dickie is aangesloten met Beau Gaillard. Andere paarden zijn niet meer aangesloten. Zijn waarschijnlijk ook uitgeschakeld. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Niet uitgeschakeld en sluit nu weer aan Anne Leeman met haar paard Dream Jibus. Paarden gaan de rechterlijn overzijde in en het tempo gaat duidelijk omhoog. En de koploper staat onder druk. En een Stone, want Diamond AR zet de tanden op elkaar. Als Diamond AR de tanden op elkaar zet, dan moet je daar de vingers niet tussen hebben. Want dat doet pijn. Diamond AR aan de buitenzijde neemt nu de leiding over. Daarachter aan de buitenkant Dillinger Gentiel. Hij kan nog niet naar binnen, Kooijman. Hopelijk heeft hij dat gezien. En een Stone heeft nog steeds een voorbeentje ertussen. Zo gaan ze de laatste bocht in. Kooijman heeft het wel degelijk in de gaten. En dan komt weer terug aan de binnenkant. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Vier paarden gaan zich nu afscheiden van de rest. Ook E.T. du Loire komt nu bij de kopgroep. En zo zijn ze in de laatste uitgegaan op nummer 3. Drie galop en onregelmatig. Gaat eruit ook vanwege de gang. En we zijn met drie paarden in de laatste rechte lijn. Diamond AR, Dillinger Gentiel en E.T. du Loire. Die drie paarden op één lijn zijn op weg naar de streep. En aan de relingzijde Diamond AR, midden van de baan Dillinger Gentiel. En die wint hem. Go baby, go go go. Diamond AR tweede, E.T. du Loire derde. En vierde wordt toch nog Dickie Hof met Beau Gaillard. 15-6 voor de winnaar.